En ik het richting de Spelen van Rio steeds moeilijker begon te vinden als dingen niet volgens planning verliepen. Voorheen zag ik Esther Vergeer in het verleden in dat soort situaties en dacht, waar maak je je druk om? Nu begrijp ik haar reacties pas. En het feit dat ze bewust in een soort van bubbel leefde, zich op momenten afsloot van de rest van het team. Nu begrijp ik het. Voorafgaand aan Rio dacht ik aan mijn ouders. Zij hebben de zorgen gehad. Zij hebben zich, toen ik klein was, afgevraagd, komt ons kind wel goed terecht? Voor hen heeft een eventuele gouden plak meer de dubbele gelaagdheid dan voor mij. Zij zien zichzelf misschien weer aan een kinderbedje zitten in het ziekenhuis. Voor mij is het meer een kwestie van welke dingen heb ik voor mijn topsport moeten overwinnen. Niet om mijn handicap te overwinnen. Ik ben heel benieuwd hoe het voelt als ik die gouden plak win. Komt er nog meer los dan bij het winnen van een Grand Slam? 15 september 2016, Rio de Janeiro. Mijn eerste finale op de Spelen. Aniek van Coot speelt een hele goede eerste set. Ik niet. Maar ik hoop dat er een moment komt dat ik het om kan draaien en ik raak niet in paniek. Geduld. Blijven geloven. Ik win de tweede set, kom met 5-1 voor in de derde set en dan wordt het toch nog 5-4. Het wordt nog zo spannend. En dan is het opeens matchpoint. En ik zie dat Aniek de bal, ze slaat de bal uit. Het is echt bizar, het voelt onwerkelijk. Pas als de speaker mijn naam omroept, besef ik, het is echt waar. Ik heb gedurfd te zeggen dat ik voor goud ging en de druk die dat met zich meebracht aangekund. Ik heb goud gewonnen. En vol op dat punt, haar tweede dus. Hoge bal en dan de afzwaaier bij Aniek van Coot. Het betekent Paralympisch goud in de carrière van Kirsty Griffioen. Ze kan het niet geloven.